Ik geloof meer in het feit dat echt iedereen heel angstig is, inclusief Rutte, inclusief de Kamerleden, inclusief alle partijen, voor als ik nu zeg, nou, stop maar met die maatregelen en er gebeurt wat, dan ben ik degene die al die doden heeft veroorzaakt. We zijn in een frame terechtgekomen wat eigenlijk een plan van aanpak is van een mogelijke pandemie. En dan gaan we het allemaal in de hele wereld precies zo doen. Want dat is natuurlijk wat het angstframe is. Er gaan heel erg veel doden vallen. En dat zit nog steeds in de hoofden van iedereen. Er gaan heel erg veel doden vallen. Ik geloof dat door het zo te framen, dit zo gaat werken. En dat is het gevaar van framing.